Opnieuw faillissementaanvraag voor Meerse Papier. Meer dan 50 medewerkers verliezen hun baan bij de papierfabriek. En verder, dubbel pech voor vereniging, niet verzekerd tegen natuurrampen en alles kwijt. SV Meerse roept alle leden op om puin te ruimen. En het Stella Maris College hard aan de slag in de zomervakantie. Goeiedag, dit is het nieuws van week 30. Meerse Papier heeft afgelopen donderdag haar faillissement aangevraagd. Reden voor het faillissement is volgens de papierfabriek een onredelijke eis. De regionale uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, oftewel de RUT, een organisatie die kennis levert op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en milieuadvies, legde Meerse Papier een dwangsom op om onderhouds- en brandveiligheidsmaatregelen te nemen. De RUT legde een eis op van 5 jaar dat volgens de papierfabriek onmogelijk is in die jaren te realiseren. Medewerkers van de fabriek laten aan Meer vandaag weten dat de waterramp niets te maken heeft met het faillissement. Meer vandaag heeft gesproken met een aantal medewerkers van Meerse Papier. De regionale uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, RUT, voerde toezicht uit in opdracht van de provincie. De provincie had tot 2018 de grond en gebouwen van Meerse Papier in handen. De provincie wil hiervan af en verkoopt het voor 1 euro. De provincie deed daarbij de toezegging om nog maximaal 4,3 miljoen euro bij te dragen en de noodzakelijke investeringen in achterstallig onderhoud en de verbetering van de brandveiligheid. Meerse Papier zelf moest hiervoor 6 miljoen euro bijleggen. Dit alles gebeurde onder de voorwaarde dat de renovatie en veiligheid binnen 10 jaar in orde waren. Echter kwam hier ergens een kink in de kabel, zo geven medewerkers aan Meer vandaag aan. De afspraak werd gewijzigd en de renovatie en de verbetering van de veiligheid moest binnen 5 jaar klaar zijn. Om dit te doen zou Meerse Papier volgens het bedrijf zelf 1 jaar dicht moeten. Dit wilde het bedrijf niet, omdat de klanten weg zouden lopen en er veel omzet zou misgelopen zijn. Volgens de medewerkers is het onduidelijk waarom de afspraak met de provincie werd gewijzigd. Medewerkers geven aan dat de faillissementaanvraag niks te maken heeft met de waterschade. Nadat de papierfabriek onder water kwam te staan, zijn de medewerkers direct aan de slag gegaan om het schoon te maken. Er is weinig tot niets verloren gegaan, aldus de medewerkers. De directie was het faillissement al aan het aanvragen toen de exacte schade nog niet bekend was. Er zou ook een potentiële overnamekandidaat zijn. Een Frans bedrijf wil de inboedel van het bedrijf overnemen, maar niet de grond en de gebouwen. Het bedrijf zou zelfs al op bezoek zijn geweest in Meerse. Mocht de rechter Meerse Papier failliet verklaren, dan verliezen 55 medewerkers hun baan. De directie was niet bereikbaar voor commentaar. Het is niet de eerste keer dat Meerse Papier failliet gaat. In 2008 werd de papierfabriek voor het eerst failliet verklaard. In 2015 gebeurde dat weer. Meerse Papier failliet verklaard? Ja, triest. Na 6 jaar weer opnieuw tot de doeken vallen. Zeer triest. Zeer zeker dat we weten dat Meerse wel een mooie toekomst zou kunnen hebben. Alleen helaas, dat is niet mogelijk. De fabriek maakt daarna opnieuw een doorstart. Nu vraagt de 183 jaar oude fabriek opnieuw een faillissement aan. Ditmaal onder het mom van waterschade. De schade van de waterramp in onze gemeente gaat tot in de tientallen miljoenen lopen. Dat heeft burgemeester Clermont laten weten aan Meer vandaag. Vele tientallen miljoenen, maar nu is het echt het moment waarop de verzekeraars ook hun taxaties gaan doen, waarin de contra-expertise spelen en waarin ook steeds meer specifiek wordt hoeveel de schade is. En dat wordt uiteindelijk een opteltsom waarbij je de schatting misschien naar boven of naar beneden moet gaan bijstellen. Dat kan. De gemeente is op dit moment bezig met controles, opbouw- en woningtoezicht, het weer in gebruik nemen van woningen, het controleren van de kelders en het zorgen voor afval. Maar vooral ook van wat kan er in maatschappelijke zin voor soms mensen die heel veel leed achter de deur hebben en die geholpen moeten worden, wat kunnen we daarvoor invullen? Dus er zijn heel veel aspecten waar de gemeente mee bezig is. Ik spreek wel eens mensen op straat die nu zeggen van als er een helikopter overvliegt of er gaat een sirene, dan ben ik bang dat het weer heel hard gaat regenen. En dat kan ik me heel goed voorstellen. De druk binnen de gemeente is op dit moment groot. Dat komt doordat de gemeente in een crisissituatie zit.
Daar wordt met maximale inzet op dit moment aan gewerkt. En je ziet dat ook die beantwoording van de mails en het oppakken daarvan steeds beter gaat. De gemeente heeft aangedrongen op een onderzoek om een ramp als deze in de toekomst te proberen te voorkomen. De Delta-commissaris heeft daar ook van gezegd dat dat nog wel enige tijd vergt. Dat doen we natuurlijk. Ik bedoel, een Delta-commissaris is een rijksheer. Dat doen we in samenspraak met de provincie, met het waterschap en de gemeente. Proberen wij in ieder geval die druk maximaal te verhogen. Maar ook om hun te laten zien dat we nu moeten gaan nadenken. Wat moeten we met dit soort grote incidenten die er nu gebeuren en die tot gevolg hebben dat we echt spreken van een waterramp. In Limburg zijn er veel huizen onbewoonbaar verklaard. De gemeente heeft nog geen beeld gegeven hoeveel woningen dit in Meersen betreft. Door de overstroming van de Geul is de weide van Schutterij Sint-Barbara helemaal ondergelopen. Het water stond er ongeveer 1 meter hoog en dat heeft zo'n 20.000 euro schade tot gevolg. Onder andere de schietbak, het mechanisme van de schietbak en de boom eigenlijk en alle elektriciteitskasten hebben onder water gestaan. En door enigszins de leeftijd van het materiaal heeft dat de waterschade niet overleefd. We hebben dat even kort gesloten, omdat ook zij stroom moeten hebben bij de hondsclub. En daar hebben ze allemaal kort gesloten hier, want anders dan heb je kans dat er nog meer vuur komt. Maar dit is allemaal afgekeurd. Je ziet wat het water in. Zover heeft het gedaan. Dus dat is allemaal. De motor is ook verdronken. Ja. Niks aan te doen. De overstroming van de Geul wordt als een natuurramp gezien. En daar is de vereniging niet voor verzekerd. De schade wordt dan ook niet gedekt. Ondanks deze tegenslag probeert de vereniging er alles aan te doen om de schutterij weer op te bouwen. Komt een taxateur vanuit het rampenfonds komt kijken van goh, hoe hoog is de schade, wat kunnen we voor u doen. En daarnaast willen we gaan kijken door initiatieven geld bij elkaar te krijgen. We hebben nu een mooi initiatief vanuit een medewerker van de Zonnestraal die dat heeft opgestart met een crowdfunding. We zijn bezig met de gemeente. Ja, alle potjes gaan we proberen open te trekken om hier doorheen te komen. Maar ja, we zullen toch wel echt weer heel veel geld nodig hebben. Door de waterramp is het voortbestaan van de schutterij nu onzeker. Toch blijft de voorzitter hoop houden. En we zetten met ons alle de schouders eronder. We zijn hard bezig om echt aan alle kanten iedereen gemotiveerd te krijgen. Maar ja, een coronajaar, nog een coronajaar en dan nog een stit erbovenop is natuurlijk niet niks. En zeker niet voor een kleine vereniging. Dus we proberen het zo goed mogelijk door te zetten en we proberen echt alles eraan te doen om die schutterscultuur in ieder geval van onze schutterij binnen Meersen groot te houden. Maar het zal zwaar worden, maar we gaan ons best doen. Schutterij Sint-Barbara is een van de verenigingen die niet verzekerd is tegen natuurrampen. De gemeente is gevraagd of zij iets kunnen betekenen voor verenigingen die niet zo goed krijgen door de schade. De gemeente is op dit moment heel hard bezig, ook rondom sportverenigingen, laat ik die maar even pakken, die niet meer kunnen tennissen of voetballen of kunnen hockeyen omdat de velden beschadigd zijn. Daar is komende week dinsdag een stuk over in het college. Hoe kunnen we daar al een aanzet maken tot herstel, omdat dat ook een verzekeringskwestie is. En ik denk dat verenigingen die een andere vraag hebben in hulp de vraag in ieder geval moeten stellen. En dat wij in ieder geval kunnen kijken waar we kunnen helpen of hoe we op een andere manier kunnen verwijzen. Waar misschien wel andere hulp te vinden is. Bijna exact een jaar geleden werd SV Meersen opgeschrikt door een enorme brand. De complete kantine, oftewel het clubhuis, werd vernietigd. Nu, een jaar later, is het opnieuw puinruimen voor de vereniging. Niet vanwege de brand, maar vanwege het water. Vlak langs het voetbalveld van SV Meersen stroomt de Geul. Normaal een kabbelend riviertje, maar 2 weken geleden was het een woeste rivier. Daardoor kwam het volledige terrein onder water. Ja, hier heeft alles 40 centimeter onder water gestaan. Dus zowel hier de bestuurskamer, alle kleedlokalen. Het afgebrande stukje kantine. Wat je daar buiten ziet, dus daar heeft ook de hele fundering onder water gestaan. En de afgelopen 2 weken heeft de onderhoudsploeg, die is iedere maandag en vrijdag hier. Die hebben dus de meeste troep er al uitgehaald. Dus het sloopwerk gedaan,
Daar is een grote vrachtwagen voor gekomen de vorige week. Die was helemaal vol. Zoveel troep was er op het complex. En vandaag hebben we dan, of begin deze week, hebben we de leden opgevraagd van hey, we willen het aanzicht van het complex weer wat meer zonneschijn geven. We zijn hier vandaag de rommel van de wateroverlast zijn we om het ruimen. Met een heleboel vrijwilligers. Dat doet me echt deugd, moet ik zeggen. Leuk, ja. We gaan hier het hele hek gaan we schoonmaken. Dus het water heeft allerlei rotzooi tegen de hek aangespoeld. Dat gaan we nu een beetje opruimen. Ja, de bedoeling is om langs alle afrasteringen zoveel mogelijk van de rotzooi en het onkruid weg te halen. Weet ik niet precies. Ik ben niet hier geweest. 40 centimeter hoog. 40 centimeter. Kun je beter aan hem vragen? Nou, ik ben zelf bestuurslid. Ik ben de vrijdag, toen was het complex weer een beetje begaanbaar. En toen kwam ik hier en zag over dat het water tot 40, 50 centimeter op het complex heeft gestaan. In de lokale bestuurskamer, fysioruimte, op het veld. Het kunstgras, wat helemaal vernield is. Dus het was wel even schrikken, moet ik zeggen. De schade, hier zit weer het probleem hetzelfde als bij de brand. Je zit hier weer met drie partijen. Wij als ASV Meersen, wij zijn voor de inboedel. Ja, dat is onze verzekering. De gemeente, daar is het complex van, dat huren we. Dus de gemeente zit hierbij. Daar is de verzekering deze week ook voor hier op het complex geweest. En je hebt de businessclub. Dus we zijn met drie partijen. Dat is heel moeilijk om alles in een goed potje te krijgen. Om het goed afgedekt te krijgen van wat hoort bij wie. Ik schat de schade hier. Ja, ik denk toch weer dat dat naar de 60.000, 70.000 euro gaat. Maar als dadelijk aannemers weer dingen moeten gaan doen, heb je ook nog kans dat het misschien naar de 100.000 euro gaat. Wij weten de schade van de gemeente eigenlijk niet goed. De schade is enorm en dat is de tweede tegenslag in één jaar. De club voelt zich dan ook moedeloos. Want we hebben nu eigenlijk niks. We gaan voetballen. Ja, we hebben gelukkig de business home. Dat moet onze kantine zijn. Ja, en de tent hier. En daar moeten we het mee doen. De kleedlokalen hierachter staan, twee tenten, ja, die zijn gaan drijven. Dus die waren ook weer van de plaats af. Dus we moeten het allemaal met de dingen doen wat we nu hebben. En ja, we zullen allemaal een positieve blik moeten blijven houden van we gaan ervoor. Dus in die gedachte moeten we maar proberen op te starten. De Maas- en Arzijrivieren hebben hun ongekende krachten laten zien. Nu het water gezakt is, komt er een gigantische hoeveelheid afval aan de oppervlakte. Schone Maas, Schone Rivieren, Lives en Maas Cleanup roepen daarom op om de handen uit de mouwen te steken voor een extra Maas Cleanup op 14 augustus. Er moet een grote klus geklaard worden en daar kan alle hulp bij gebruikt worden. In Geulen aan de Scheerhuisweg woedde vrijdagmiddag in brand. Het gaat om een nabijgelegen graanveld. De brandweer is nog enige tijd bezig geweest met het nablussen. Vanwege de brand was er rookontwikkeling. De rook trok richting de A2 tussen Kerensheide en Maastricht. De brandweer was vanwege de grootte van de brand met meerdere voertuigen aanwezig. Een groot gedeelte van het graanveld is verloren door de brand. Het Stella Maris College gaat in de zomervakantie door met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. De locatie in Valkenburg wordt volledig samengevoegd met Meersen. Het afgelopen jaar heeft het Stella Maris College met de gemeente samengewerkt aan een nieuwe regiovisie. Zo hebben ze bepaald wat de school de komende jaren uit wil dragen. En we hebben eigenlijk drie speerpunten gekozen. We hebben gezegd we willen gewoon een goede school zijn die onderwijskwaliteit levert. We willen onze begeleiding goed op orde hebben. En we willen onze relatie met de streek verder versterken. Dus dat zijn de drie ambities. Die hebben we samen met Valkenburg ook opgepakt. Een nieuw plan wat we daarvoor geschreven hebben. We zijn nu druk bezig met een verbouwing die ook mogelijk moet maken dat met name de praktijkonderdelen hier op een fatsoenlijke manier gegeven kunnen worden. Ik kijk er heel erg naar uit, want ik heb ook 2 jaar zelf in Valkenburg gewerkt en ben 2 jaar geleden al naar Meersen gekomen. We zijn hier heel warm ontvangen en ik denk dat we in Valkenburg een heleboel goede collega's hebben zitten die ontzettend veel expertise meebrengen. En ik kijk er heel erg naar uit ook dat de leerlingen deze kant uit gaan komen. Ik vind het mooi dat we een hele brede school gaan worden.
Het Stella Maris College werd een aantal jaar geleden beoordeeld door de onderwijsinspectie. De school bleek zeer zwak en zou haar deuren moeten sluiten als er niets ging veranderen. Ondertussen zijn er verbeteringen doorgevoerd en heeft de inspectie weer een onderzoek gedaan. De inspectie is vorig jaar hier geweest, eind september. En hebben toen in december aangegeven dat dat zeer zwak eraf was. Dus, en vervolgens hebben ze ons een aantal vervolgopdrachten gegeven. Die met name gaan over het hebben van zicht op ontwikkeling. Hoe kun je meer maatwerk leveren voor leerlingen? En ze komen in het najaar terug om te kijken hoe we dat aangepakt hebben. En het tweede punt was dat ze zeiden, jullie moeten ook hard werken aan de kwaliteitscyclus. Die was aan zich goed beschreven, maar ze wilden gewoon zien dat we die ook in een jaar met elkaar konden oppakken. Mijn verwachting is dat het goed komt, omdat we grote stappen gezet hebben. En de inspectie vooral kijkt naar de ontwikkeling van die school. Dus is die school, hebben ze het opgepakt en hebben ze daar verder mee gewerkt. Op 6 september opent de school haar deuren weer en dan verwelkomt ze ook de leerlingen uit Valkenburg. Tot zover deze nieuwsuitzending. Zometeen de Biep draait door. En daarna een nieuwe aflevering van het nieuwe seizoen tussen Os Gezag en Gezwegen. Met daarin een bezoek aan de Geulhof. Nee, ik ben daar gaan te stieven, geloof ik. Ik heb er ook gepassioneerd aan gehad op dit moment. En ik wens u nog een hele fijne dag.